Rond 10:45 naderen de twee scooters elkaar op de Buiskade. Ze schampen elkaar, waarbij de bijrijder op een van de scooters gewond raakt aan zijn linkerbeen. De bestuurder van die scooter houdt dan voorbijgangers aan en vraagt om hulp. Ondertussen strompelt zijn bijrijder naar de man die hem aanreed om verhaal te halen. Ja, dat verhaal halen gaat wel heel ver. Deze meneer die trekt een vuurwapen en schiet de andere betrokken partij in zijn been. En dan hinkt hij weg in de richting van het buispad. En degene bij wie hij achterop zat, die springt op zijn scooter en die rijdt weg in de richting van de Van Halstraat. Op basis van verklaringen van de omstanders heeft de politie een signalement van de mannen. De bestuurder is begin 20, had opgeschoren haar en droeg een jas met een geelkleurige bontkraag. De vermoedelijke schutter heeft een fors postuur, is ruim 1,80 meter, heeft donker haar en droeg een donkere jas met bontkraag. En er is waarschijnlijk nog iets dat opvalt. Het kan natuurlijk zo zijn dat hij nu nog steeds wat mank loopt met dat linkerbeen als gevolg van die aanrijding. Het 35-jarige slachtoffer is intussen geopereerd aan zijn scheenbeen en ligt nog in het ziekenhuis. De politie neemt de zaak hoog op en is op zoek naar mensen die meer over de identiteit van de twee mannen weten. Het is wat mij betreft te bizar voor woorden dat iemand om zo'n kleine aanleiding überhaupt geweld gebruikt. Maar het is van de zotte dat dat ook nog eens een keer om vuurwapengeweld gaat. Want het had natuurlijk heel anders kunnen aflopen.